het is een filmpje. Hallo, ik ben Louis. Ik zoek nog één ding. En dat is mijn vriendinnetje. Marie noemt ze. Ja, ik ben dan Louis. Dat is Marie. Marie! Marie! Kom! Marie, het is tijd. Oh, dag Louis. Dag Marie, goeiemorgen. Oh, goeiemorgen. Oh, wordt er hier een filmpje opgenomen? Ja. Het is tijd voor het filmpje. Ja. Fijn. Wat gaan wij dan doen in dat filmpje, Louis? Zoals wij eigenlijk de dag starten, zeker? Of zoiets? Ja, goed. Misschien kunnen we dan beginnen met ons versje van de dagen van de week. Ah ja, ons versje. Ja, wacht hè. Eerste dag. Maandag zwaai ik naar de maan. Ja, dinsdag zie ik een dino staan. Woensdag zegt het hondje woef. Donderdag hoor ik de donder poef. Vrijdag wil mijn vriendje komen. Zaterdag zaag ik wel 100 bomen. Zondag speel ik in de zon. En de week die is dan om. Dat hebben wij goed gedaan. Zeg, Lobby, welke dag is het vandaag? Kijk eens, waar staat de pijl? Daar staat het. Ja. Het is de eerste dag van de week. De eerste. Welke dag is dat, Louis? Even nadenken. Ja, begin met een Denk aan het versje. Maandag. Ja, yes. Maandag. De eerste dag van de week. Zeer, zeer goed. Ja. Ah, zeg, Louis. Ja. En kindjes thuis, wie van jullie weet welke dag het morgen zal zijn? Morgen. Vandaag is het maandag. Denk aan het versje. Dus morgen is het... Morgen is het... Dinsdag? Ja, dinsdag. Yes. Goed zo. En een beetje moeilijker. Denk maar mee, kindjes. Welke dag zal het overmorgen zijn? Overmorgen. Even kijken. Dat is dan niet morgen. Nee, de hele dag. Maar dus maandag, dinsdag, woensdag. Ja, woensdag. Goed gedaan. Yes. En nu nog een tikje moeilijker. Vandaag is het maandag. Dat weten wij al. Maar, welke dag was het gisteren? Is dat dan een dagje vooruit? Nee, een dagje terug. Een dagje terug, wacht. Ja. Hè. Dus het is vandaag maandag. Ja. Een dagje terug, even kijken. Dat is helemaal... Zondag! Ja, zondag. Heel yes, goed. Yes. En nu nog moeilijker. Oh, nee. Kindjes, denk mee na. Vandaag is het dus. Weet je het nog, Louis? Vandaag is het... Maandag. Maandag? Welke dag was het eergisteren? Eergisteren. Ja. Dat is twee dagen terug. Twee dagen. Dus ja. Maandag, vandaag, gisteren, zondag en de dag daar. Ja. Zaterdag. Ja! Yes! Goed gedaan. Tikke duim. Yes. Fantastisch gedaan. Dank u. Super. Ik heb wel even moeten nadenken, hoor. Ja, zeker. Maar je hebt dat heel goed gedaan. En de kindjes thuis hebben heel goed meegezocht. Dikke duim voor de kindjes thuis ook. Dikke duim, hè. Weet je, Louis, wat we nog kunnen doen? Nee. We kunnen eens de dagen tellen. Oh ja, maar dat kan ik goed doortellen. We gaan gewoon tellen. Ja. Dus begin altijd wel bij nul. Nul. En dan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
tellen. Ja, en nu? Terugtellen, hè? Ah, terug. Van 7 naar 0. Ah, oké. Okay. Ah, moeilijker, moet even denken, even denken. 7. 7. Ja, 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Ja! Wij kunnen het. Oeh, goed van ons. Yay. Yay. Hey, hey. Ah, zeg. Louis. Ja. Louis. Ja. Kijk eens door de ruiten. Welk weer is het buiten? Een beetje zon. Wacht, kindjes, kijken jullie ook mee, hè? En een blauwe lucht. Blauwe lucht, een beetje zon. Ja, goed zo. En dan, dat is wat we zien in de lucht. Maar de temperatuur, hoe zit het daarmee? Is het koud, warm, tussenin? Vanmorgen had ik wel heel veel koud, want ik dacht, ik ga mijn short even aandoen. Nee. Dat was geen goed idee. Nee, dat was geen goed idee. Nee, want best wel ook koud. Ik heb mijn muts nog aangetrokken en mijn sjaal en een dikke jas, want het is echt nog een beetje koud. Strak plan. Ja. Dus, temperatuur, koud. Oké? Okay? Koud. Binnen, warm. Binnen, warm. Buiten, binnen. Koud. Ja. Oké. Okay. Ah, en dan nog iets belangrijks. Kijk eens naar de bomen of naar de wolken. Bewegen ze? Bewegen ze? Bewegen de toppen van de bomen? Een beetje. Een beetje? Ah, oké. Okay. Dan ga ik vragen. Is het dan windstil, een beetje wind of veel wind? Niet veel wind, nee. Het is ook niet windstil, want het is ook een beetje... Ik zie een beetje bewegen, dus een beetje wind vandaag. Ja, goed zo, een beetje wind. En wat doet het vlaggetje dan? Dus windstil, het vlaggetje hangt tegen de stok. Een beetje wind, het wappert een klein beetje weg van de stok. En veel wind, het wappert ver weg van de stok. Ja, wij kunnen dat samen echt goed, hè? Lukte dat bij jullie ook, kindjes? Ja? Goed zo. Wij zijn heel trots op jullie. Dikke duim, dikke duim, dikke duim, hè? Dikke duim. Dikke duim, ja. Juist. Ja. En dan, wat gaan we dan doen vandaag? Op school. Ja? Ja, kijk, het kaartje hangt op thuis. Huh? Want het is eventjes geen school. Maar... Dat wil niet zeggen dat wij thuis niet van allerlei leuke dingen kunnen doen. Oh. Ja. En zoals wat dan? We kunnen verhaaltjes vertellen. Oh. Ja. Nee. We kunnen lettertjes oefenen. Oh ja. We kunnen tellen. Ja. We kunnen ook soms een beetje tv kijken. Oh ja, dat is ook of wel leuk. Of buiten spelen. Oh ja, maar wel een sjaal en een muts. Ja, nu toch. Ja. En we zouden ook kunnen gaan wandelen met mama of papa. Dat oh, leuk, ook. Ja. Maar weet je, we zullen nog in een ander filmpje tonen wat we allemaal kunnen doen. Ja? Ja, dat is een supergoed idee. En nu gaan we even afscheid van jullie nemen, kindjes. Oké. Ik hoop dat jullie het fijn vonden daar. Ik hoop het ook. Ja. Dag! Tot volgende keer! Dag!